Hey jongens, ik ben de Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe serie op mijn kanaal. En dat is Road to Call of the Ghost. En wat het inhoudt, is dat ik totdat Call of the Ghost uit is, regelmatig Modern Warfare 3 ga spelen. Om in de sfeer te komen van Call of the Ghost. En dat komt omdat de makers van Call of the Ghost dezelfde makers zijn als die van Modern Warfare 3. En de game gewoon net iets anders speelt als bijvoorbeeld Black Ops 2. Gelijk één ding wil ik vertellen, en dat is... Het kan zijn dat jullie deze naam ooit hebben gehoord bij andere commentators. En een van die commentators is bijvoorbeeld RDA. RDA is een van de grootste Engelstalige. En die heeft ook een serie en die heet precies hetzelfde ook Road to Call of the Ghost. En dat wil ik even vertellen. Ik heb deze serie niet van hem. En dat komt omdat ik deze serie toevallig vorig jaar al een keer heb gedaan. Maar dan maar Black Ops. Toen had ik een serie Road to Black Ops 2. Toen ging ik Black Ops 1 spelen om dus in de sfeer te komen voor Black Ops 2. En ik denk ik ga het even zeggen, zodat ik niet ook allemaal comments krijg van je hebt dit gejat, want dat is dus niet het geval. Ik heb zelf al zo'n serie gehad. We spelen met de ACR op Arcaden. En nou zijn er wat mensen gejoind, volgens mij net als het 3 tegen 6, dat is wel heel erg bad. Maar ik denk gewoon even ACR, want ja, als je denkt aan Modern Warfare, dan denk je eigenlijk aan de ACR. En hoe chill die is, en die teammate is zo'n geluk, hè. Staat hij precies achter dat ding, moet je kijken. Precies achter dat ding, wat een wonder. En hij ziet hem niet. En ja, jammer. Maar ik denk ik ga even mijn ACR spelen. Ook even Specialist. Want dat zijn toch de dingen die we gemist hebben in Black Ops 2. En dat waren toch twee van de beste dingen uit de game. Ten eerste, de ACR was gewoon fantastisch. En ten tweede, Specialist. Ja, zat er niet in. Specialist was gewoon enorm leuk. Ook al moet ik toegeven dat ik nou toch wel zin heb om eigenlijk eventjes wat killstreaks op die mensen op te roepen. Maar ja, dat doen we al in de volgende episode. Nou, even Specialist. Ik zag er iets vliegen. Dat is allemaal niet. Weet je wat? Daar zit iemand. Hopelijk heb ik hem. Oh fuck, we komen eraan. Nee! God. Maar kill, hoezo gejat? Oh damn, daar zat er eentje. Yep. Je hebt mensen zo snel dood, maar zelf ben je nog veel sneller dood dan dat je hun dood hebt. Zo lijkt het echt. Vooral met die submachine guns en die shotguns in die spel. Dat zijn echt OP as hell. Pak even dit ding erbij. Oh leuk. Oh, pas op. Zo, mijn eigen wapen terug. Goed zo. Er zitten wel mensen, ik weet niet. Ja, ze zijn er nog. Komen ze hier naar boven of niet? Want mijn team staat hier allemaal leuk te doen, maar... Je kunt best altijd even zelf dubbelchecken. Want het kan goed zijn dat die team eens voorbij lopen. Net zoals bij die andere enemy die net zag. Er was gewoon een enemy tegenover hem, maar ik kan hem net niet zien uit die positie. En die enemy hem ook niet. Of jij zag hem wel, maar niet goed zat. Dat had niks. En dat is in dit spel wel echt iets wat je heel vaak doet. Gewoon van tevoren al schieten. Gewoon om het feit dat mensen zo snel dood zijn en zo snel weak. Dat je van tevoren even een paar kogels schiet en het kan zijn dat je iemand al dood hebt. En ook veel meer silencers in het spel. In het spel ja, zijn silencers echt een niet, heb ik het idee. En een headset eigenlijk ook, want die hoor je mensen veel beter dan op Call of Duty Black Ops 2 met headsets. En ik heb zelf geen headset, dus voor mij een beetje moeilijk natuurlijk om te oordelen. Maar wat ik ervan heb gehoord is dat je echt een heel groot verschil merkt met Modern Warfare 3. Dus ik neem aan bij Call of the Ghost had ik ook. Er zit er eentje... Hij verstopt zich achter dingen, ik zie helemaal niks. Ik zit helemaal te schieten, maar ik zie helemaal niks. Ik zit helemaal niet op te letten, dat is best wel erg. Yep, oh, dubbel cabana. Waar is die andere? Kom dan, oh fuck. Hey, ik zit echt veel te schieten, jongen. Als dit, als ik zo altijd zou spelen, had ik echt een accuracy van 9 of zo. Hij is nog net geen 9, dus het scheelt. Close enough. RPG zie ik vliegen, dat is nooit gunstig. Zit er boven mij. Ik vind in dit spel is er wel echt... Niks is veilig. Als je in de map kijkt, is er nergens echt een super safe spot. Wow, weg hier. What the fuck, daar waren veel enemies. Ik zat even helemaal gefocust, helemaal stil van... Holy fuck, wat gebeurt hier? De kans is trouwens groot zodat ik daar naar beneden kom. Ik loop wel even zo. Daar kunnen ze spawnen. Ze hebben B. Netjes. Oké, als wij even met een paar teammates naar A toe gaan of zo, zou dat handig zijn. Och jee, dat ding heb ik ook ergens neergeflikt, hè. Ik hoop toch dat ze die shit eruit houden. Portable radars en zo. Dat vind ik persoonlijk niet leuk. Ik heb ze zelf ook, omdat ik gewoon... Ik heb er zo'n hekel aan gehad, maar ik ben het zelf gaan gebruiken. Omdat er gewoon niks tegen te doen valt. Tenzij je het gewoon zelf gaat gebruiken. We zitten bij C trouwens. Ik zag C verdwijnen. De teammates hebben dat volgens mij ook gefixt. Hallo, enemies. Holy fuck. Zit hier echt overal. Was dat teammate? Ja, dat was teammate.
even kijken. Weet je, ik loop even zo. Ik weet niet meer hoe ik in Modern Warfare 3 altijd speelde. Dat is gewoon een andere speelstijl die je dan hebt. Het makkelijkste is gewoon er een interruptie, want die besturing is gewoon veel soepeler. Maar je bent ook zo enorm snel dood dat je dat ook weer niet kan doen. Maar ik weet echt niet hoe ik toen speelde. Want volgens mij speelde ik echt veel agressiever dan dat ik nou doe. Ik weet eigenlijk bijna al zeker. Dus misschien moet ik toch wel even in die sfeer komen. Dan komt het allemaal wel weer goed. Ik hoop het. Nou, ik heet helemaal niks. Maar gewoon een keer schieten is toch nooit verkeerd. Timmy, als jij eens doorloopt, dan kan ik mooi zien of jij neergeschoten wordt. Handig. Gotcha. Daar nog iemand? Er zit sowieso nog iemand, maar ze komen niet tevoorschijn. Ze zitten op die rand. Come on. Ik ben bang voor links. Yeah, ik ben dood. Ik vind het raar dat die mensen van deze kant afkwamen. Oh, is serieus? Ja, hier, A is wel van hun. Was dat net niet dan? Want ik dacht van ze komen van A af. Dus dan lopen ze sowieso aan die kant. Schieten ze me eerst mijn teammate af. Maar ze kwamen ineens van deze kant af. Dus dat is wel random. Maar oké. Zit hij allemaal onder mij? Sterf. Dan moet ik weer helemaal overnieuw mijn specialist zien te halen. Ze zitten allemaal onder mij. Ze lopen hier iedere keer allemaal voorbij. Tenzij mijn teammate nou geen goed werk doet, dan komen ze hem rug. En ze komen natuurlijk ook van die kant af. Waar ook? No, iemand heeft een Reaper. Die shit wil ik ook. En sowieso, de volgende episode ga ik Assault Streak gebruiken. Dat is ook iets wat ik gemist heb hoor. Echt, echt Assault Streak. Echt mensen helemaal kapot maken hoor. Waar is die klootzak? Twee man. Linkse. Is ook voor mij. Zit die onder mij? Come on. Specialist hebben we weer. We zijn weer op dreef. Gooi daar even een ding neer. Kan ik even zien wat in mijn rug komt. Ik zit overal te kijken, behalve waar ik moet kijken. Ik zit altijd op de UV, omdat ik denk dat ze dadelijk weer in mijn rug gekomen. Dat kan niet de eerste keer zijn. En daar zijn jullie bewijs van. Komt hij nou of niet? Nope, hij kwam niet. Even kijken, want ze zitten hier. Mijn teammates doen hier goed werk, volgens mij. Oh, damn it. Nee, niet ik. Alsof we komen met knivers. Die mensen hier, die knijven gewoon 20 meter vooruit. Dat is altijd grappig. Pas dat hier geen enemies zitten. Het is nog safe, 27-2. Oh, ineens haalt ons team allerlei streaks. Dat is niet normaal. Ineens alles. Vooral die Pavlo, dat is dikke shit. Dat is echt een hoog streak, maar ja, die riep trouwens net over zo. Ja, hoog voor teammates, zou ik zo zeggen. Zit hij boven mij? Dan is de vraag, wat ga ik doen? Ik wil eigenlijk, wat ik net was, hier zo. Wil ik eigenlijk nog even kijken. Ik zal het oppassen. Want volgens mij had die kerel een shotgun of een light machine gun. Lijkt niet safe. Hier niet. Deze kant sowieso niet. Ah, schiet ze net van mijn neus af. Daar binnen misschien. Ja, yep, daar zit iemand. Kom man. Ik blijf gewoon doorschieten. Je bent zo weak in dit spel. Je hebt zoveel ammo met die... ACR, vooral met extended match. Kom dan. Goed zo. Die volgende ook. Nou, die teammate doet dat. Scar. Misschien niet slim, maar ik doe het toch. Teammate, zit die beneden of boven? Die zit beneden. Oh, fuck. Allemaal mijn rug. Nee. Oh, wat een streak had ik. Waarom komen ze ineens allemaal in mijn rug? Dat is zo'n bullshit. Ze kwam van A of A is van ons. Zag je dat? Nou, het gaat leuk. Op zich, de game gaat goed. Maar ik word nou gewoon iedere keer genaaid, gekilled. Vooral deze. Waar zit jij? Ah, thermal snipertje. Dat is sad. Dat is sad. Nou ja. Fantastisch. Nou, het wordt in ieder geval geen Moab. Maar ja, dat hoeft ook niet. Ik haal natuurlijk niet altijd een Moab. Alleen, het is gewoon... chiller om Moabs te halen in dit spel dan Nucleus in Black Ops. En de reden van dit is natuurlijk, het scheelt 5 kills. 5 kills is best veel. Maar vooral ook dat je specialist hebt. Je hebt specialist, daardoor word jij sneller. Kun jij fatsoenlijk rennen en heb je dit soort autisten niet. Nou oké, die zit overal. Nee, maar even serieus. Je kunt sneller rennen en sneller bewegen. En dat is zoveel chiller. En je bent gewoon altijd gewoon onzichtbaar op de kaart. Dat je assassin hebt. En dat is ook een groot voordeel. Ja, en de kerel is slecht, want ik ben 2 keer gestunt. Ik schiet ook alles mis. Maar hij kon me niet eens killen terwijl ik gestunt was. Pas na 2 maal. Komt tevoorschijn, klootzak. Klootzak!
Ik heb ze nog niet. Pas op daar. Ik ga even ze neer. Er zit er nog één. Yep, er zit nog één. Hier rechts ook nog eentje. Nee, die is dood. Dus komen ze hier vandaan. Sowieso. Dat was close enough. Even serieus. Dat scheelde niet gek veel. Daarboven nog eentje. Yep. Kijk hoe snel, jongen. Dit spel is zo fast-paced qua killen. Dat is geweldig. Ook al vond ik Black Ops altijd chiller, omdat je daar niet zo snel dood was, juist. Dat vond ik juist een voordeel. Maar nou vind ik dat op zich wel juist niet. Dus dit is gewoon goed voor de afwisseling, weet je. Het is gewoon steeds wel anders even. Oh, fuck. Jij ook. Ik heb wel een specialist. Ik ga toch best snel. Zit ik nou op 9 kills? 10. 11. Dat gaat echt best snel, hoor. Je bent snel weer op je streak hier. Ik heb best veel gun kills. Oh jongens, spamflip. No! 48-6, jongens. Wauw, ja, dit spel is serieus leuk. Als je me hebt liggen, raad ik je aan om er even proberen te spelen. Want laatst, toen, ja, een tijdje terug, zeg maar. Toen speelde ik het spel en toen kwam ik allemaal hacks tegen. En toen ben ik eigenlijk weer gestopt. Dat vond ik het verschrikkelijk. Maar nu heb ik eigenlijk helemaal geen hacken gezien. En laatst ook niet. Want ik heb al meerdere Modern Warfare video's geüpload de laatste paar dagen. Maar ja, dit was episode 1 van... Road to Call of the Ghost. En ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Laten we hopen dat... Nee, we gaan niet hopen. We gaan gewoon zorgen dat deze video gewoon 500 likes krijgt. 500 vind ik mooi. Dus dat moet makkelijk lukken, weet je wel. Ik ga niet zeggen 800. Daar moeten we voor werken. En we gaan eerst proberen of we 500 gewoon kunnen halen. Dat gaat hem worden. En dan zie ik jullie waarschijnlijk... weet ik veel. Waarschijnlijk morgen. In ieder geval, tot dan. En houden we.